willen allemaal graag zo'n mooie, biodiverse, kleurrijke tuin. Maar hoe doe je dat? Nou, we maken het vandaag heel erg simpel. Want daar is de tuingoeroe Lodewijk Hoekstra. Druk bezig. Zo, ja, ik sta even te stoeien met takken. Brand eens even los, die goede fijne tuin. Een goede fijne tuin moet groen zijn. Veel biodiversiteit hebben. En dan denken mensen vaak van, oh, dat is heel erg veel werk en moeilijk. Ja. Is helemaal niet het geval. En je hebt ook met een tuin met tegels heel erg veel onderhoud. Dat is eigenlijk wel vergelijkbaar. Dus, neem ons eens even mee. Wat tips en tricks. Ja, wat wel mooi is, ze zijn hier nu bezig in de tuin aan het snoeien. En het snoeiafval kun je afvoeren. Maar dat kun je ook heel simpel gewoon op rillen leggen. Eigenlijk op rijen leggen. Doodhout leeft, zeggen ze wel eens. Krijg je heel veel insectjes. Daar gaan egeltjes tussen. Dus je creëert een soort natuurlijke habitat eigenlijk. Kan gewoon achter in je tuin hoekjes maken die rommelig zijn. En lekker natuurlijk. Dus... Cool. En je weet meteen wat je met je hout moet doen. Ja, het scheelt weer afvoeren. Nou, ook een goede tip is om te letten op de materialen die je toepast in je tuin. Ja. Je hebt altijd heel veel materiaal gebruikt. Hè. Het kan hout zijn of tegels of split. Split? Ja, split. Dat is dit spul. Lijkt op grind, maar dat is gebroken natuursteen. Dat noemen ze split. En dat komt dus per definitie eigenlijk van ver weg in Duitsland of Zwitserland of Italië. Gebakken stenen is een ander verhaal, want gebakken steen is natuurlijk gemaakt van klei. En dat komt wel uit Nederland. Wordt alleen maar mooier eigenlijk, naarmate de tijd verstrekt. Beton verkleurt altijd een beetje. Dus gebakken stenen zijn eigenlijk heel erg duurzaam. Kijk, wat ook wel heel mooi is, dit is eikenhout. Dit is een Europees hardhout, dus geen tropisch hardhout. Nee. Gaat heel erg lang mee, is niet geïmpregneerd. Een lokaal materiaal, dus eiken is ook eigenlijk hartstikke goed. Dus eigenlijk is het ook heel makkelijk. Kies gewoon altijd materialen dichtbij. Als je gewoon bewust bent en goed nadenkt, dan kom je al heel eind. Een andere tip is, mensen willen vaker hoogteverschillen in de tuin creëren of diepte. Dat kun je ook doen door te bouwen met groen. In plaats van dat je met heel veel betonblokken in de weer moet. Of met schuttingen of met hout. Dat hier weer van die muurtjes gebouwd worden. Ja, dus in dit geval hebben ze heel veel beukenhagen geplant. Taxusblokken. En op die manier creëer je dus heel veel speelse ruimtes in de tuin. Speelse ruimtes op een natuurlijke manier, maar dan denk ik wel meteen weer... Pakkee! Hè, dit? Dit. Ik zou dan zeggen dit? Ik denk dat jij doelt op het onderhoud. Precies. Gedoe. Dat valt heel erg mee. 1 keer per jaar knippen doe ik zelf altijd met de hand. En ik word er altijd heel relaxed van. Je staat dicht bij de natuur. Dus, maar willen de mensen dit ook? Daarom kiezen ze. Veel beter. Maar daarom kiezen ze voor dat muurtje. Lodewijk, een prachtige regenpijp hier. Wat heb je voor mooie tip? Nou, de tip is eigenlijk, je kan heel makkelijk een regenpijp doorzagen. En afkoppelen en zorgen dat het regenwater niet in het riool verdwijnt. Dan moet het gezuiverd worden, kost heel veel geld. Dus eigenlijk kun je het beter opslaan en hergebruiken. Ja. Het kan in regentonnen of in dit soort stapelbare modules. Daar kun je een schutting van maken bijvoorbeeld. Ja, kun je zo hoog maken als je wil. Handig voor in de stad als je weinig ruimte hebt. En hierachter, dit heet een infiltratiekrat. Die graaf je in onder de grond. Bij een heftige regenbui vult hij zich helemaal met regenwater. En dat geeft hij dan langzaam af aan de bodem. En dan gaat het naar het grondwater. En daar is het heel erg hard nodig, hè? Want het grondwater zakt in Nederland. Ja. En dat zorgt weer voor problemen. En op die manier kun je heel makkelijk een steentje bijdragen. Ja, maar cool. Dit prop je gewoon in de grond. Dit prop je in de grond. Hoppakee. Nou, eigenlijk biodiversiteit, dat willen we dan zo graag in onze tuin. Maar hoe ingewikkeld is dat? Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. En dat kan in een grote tuin zoals hier, maar ook in een kleine tuin. Wat je moet doen is eigenlijk zorgen voor diversiteit. Dus je wil een boom, je wil een heester, vaste planten die op verschillende momenten bloeien. Dat is belangrijk voor de vlinders en de bijen. Ja. En vooral niet te netjes maken. Hè. Laat het lekker verrommelen. Laat boomschors of blad tussen de borders liggen. Dat scheelt weer wieden, heb je weer minder onderhoud. Heel goed. Dus op die manier probeer op een natuurlijke manier te tuineren. Nou, is dit een redelijk grote tuin? Is het dan daar ook wat beter of kan het ook wel op kleine tuin? Het kan eigenlijk ook op een postzegeltje. Altijd een rommelige hoekjes maken. En zorgen voor verschillende soorten planten. Dus, het maakt niet zo uit welke boom of welke... Als je Je palmbomen werken natuurlijk niet. Heel goed. Dus tip. Geen palmboom. Precies. Hey, al die bladeren, takjes, mos. Ja. Is dat erg? Ik zou zeggen, laat het een beetje los. Als jij een grasveld wil met alleen maar gras, een monocultuur, en dat moet altijd net zo lang zijn, ben je eindeloos druk. Ja. Als er een mosje in mag zitten of een madeliefje, het mag een beetje rommelig zijn. Heb er veel minder werk aan. Waarom zijn we zo spastisch dan? Ja, omdat wij Nederlanders een netheidscomplex hebben. En waar? Alles moet netjes en aangehaakt. En de tuin als het verlengstuk van de woonkamer. Ja. Een beetje krampachtige houding eigenlijk. En we zijn die link met die natuur helemaal kwijt. Maar dit is een tuin waar je u tegen zegt. Maar hier is en bladeren en takjes en mos en weet ik veel wat prima allemaal. Toch? Prachtig! Ja, is ook mooi. Het is ook mooi, ja. Mooi die natuur.
Lodewijk, nu zie ik hier allemaal hoveniers aan het werk. Dat maakt het allemaal wel een beetje dat je het duur en ingewikkeld lijkt. Nee, in principe niet. Kijk, die hovenier, wij noemen dat liever een professional. Die moet je natuurlijk pas inzetten als het echt nodig is. Bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar om een grote snoeibeurt te doen. Ja. Zoals hier, of voor een ontwerp aan de voorkant. En dan wil je ook zeker weten dat je het goed en duurzaam doet. En daarvoor hebben we een duurzaamheidscertificaat gemaakt. Het is een tuinlabel. En eigenlijk een checklist, loop je langs? Eigenlijk is het gewoon een checklist om goed en verstandig met je tuin om te gaan. Hoe meer vinkjes, hoe beter die tuin. Hoe beter voor mens en dier en hoe gelukkiger je wordt als het goed is. Want van groen word je gelukkig, hè? Precies. Hey, ruim jij die takken nog even op, dan ga ik er vandoor. Hoi, hè? Hoi, hè?